En wat's up, beste kijkers? Welkom terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber en een nieuwe playthrough van God of War. We zijn in een nieuwe ruimte onder Tyr's tempel. Hij heeft vele dodelijke booby traps geplant om te voorkomen dat indringers de tempel op zijn kop kunnen flippen. Wat om een heel bizarre reden de bedoeling is, willen we de toegang tot Jotunheim kunnen vinden. Maar we zijn al een heel eind gekomen. En ik ben vooral benieuwd naar de betekenis van de testen die Tyr voor onze voeten werpt. Ik ben nu ook achter de betekenis van dat paneel dat ik de vorige keer zag over Berbomir. Het is niet zo dat hij aankwam varen op een zee van bloed die hij zelf had veroorzaakt. Nee, hij is de kleinzoon van Ymir, de allereerste oerreus. De goden, toen ze Ymir begonnen te slachten en uit zijn lichaamsdelen, dus Midgard, begonnen te bouwen, stierven alle eerstgeboren reuzen die uit Ymir kwamen op Bergelmir en zijn vrouw na. En ze voeren dus op een zee van bloed van hun eigen verwanten naar een veilige plaats waar ze een nieuw volk en dus een nieuwe lijn stichten van reuzen. En die reuzen die zijn dus de rijpreuzen uiteindelijk geworden, oftewel de Jötnar. De rijpreuzen die zijn dus een ontzettend taai volk die al eerder totale genocide maar net hebben weten te overleven. Het is nu de vraag of Tyr hen een tweede maal daarvoor heeft weten te behoeden aan de hand van Thor. Als we in Jotunheim aankomen, zullen we dan uiteindelijk reuzen gaan treffen? Ben heel benieuwd. Eens even kijken. Die raderen die bewegen vast afhankelijk van waar je de winden van hel plaatst. Oké. Aha, interessant. Oké, dit is tricky. Crap! Dat ging iets minder goed dan ik had verwacht, maar de oplossing lag aan mijn vingertoppen. Oeh! Gelukt! Ja, vast. Toen wij die raderen kwamen, vast en zeker. Weer een boodschap op de muur. Eens kijken wat het zegt. Until God's broken. Could be quite a wait. Nah. They're just waiting for us. Nice. Een laatste wens van Tyr voor hij verdween. Hij hoopte dat degene die zo ver kwamen dit te lezen, dat die gewoon naast machtig en slim ook nobele intenties hadden voor het reuzenvolk. En de aardruis die gelooft dus met heel zijn hart dat zij waardig zijn. En dat is niet meer arrogantie, dat is gewoon vertrouwen in de goedheid van zichzelf en zijn vader. En dat vind ik iets heel moois. Wat hun zonden uit het verleden ook mogen zijn. Ze zijn allebei behoorlijk veranderd op een reis samen en hebben geleerd van hun fouten. Maar de laatste test voor Kratos is er nog. De waarheid die hij voor Atreus
verborgen houdt. Zo, we laten die even liggen voor het geval er plotseling iets opduikt. Dan heb ik in ieder geval nog 3 gezondheidsstenen over. Oh boy, ja, daar gaan we. Niet zo moeilijk, toch? Het zijn maar draugen. Oh, oh shit, een troll. Oké. Wow. Hey, morning. Wauw, oké. Die ogre die ging heel makkelijk neer. Leeft er nog één? De muziek die is nog niet opgehouden. Maar waar hij is, weet ik niet. Hoofdzaak is dat we weer terug gaan. Oké, never mind, die is dood. Oké, de terugweg is in ieder geval veel makkelijker. Oh fuck, te vroeg gejuicht. Appeltje, eitje. Oh, jij bent er nog. Boy. Yes, sir. Time to flip the temple. Yes, sir. Just agree to stop saying flip the temple. It's starting to sound normal. Wat wou je dan? Nou, ik probeer iets raarders te bedenken, maar er is oprecht niks raarders dan een tempel op zijn kop zetten. Dat was een beetje meer riskant dan ik had verwacht. Iets zegt me dat hij. I know what I promised, but in case this doesn't work, just remember, Tyr had good cause to create these obstacles. He's kept Jotunheim out of Odin's reach, but the world is hardly at peace. No, but it's got hope. We're all working together now. We have unity. That's what the rune on the door to this place was telling us. We're on Tyr's path. Dus dat betekent het. Het thema van deze kruis is eenheid. Je kan alleen zover komen door al die dodelijke vallen door samen te werken en samen na te denken. Ik denk dat het thema beter gereflecteerd zou zijn als Atreus essentieel was om door die vallen te komen. Want de vorige kruis die weerspiegelde dat thema wat beter.
Maar ik ben blij dat Atreus in ieder geval overtuigd is dat dat het thema is. Want het is gewoon een heel positieve houding. Dat eenheid en elkaar helpen, dat iets is om naar te streven. Daar zou zijn moeder het zeker mee eens zijn. En het is zeker ook iets wat Tyr deed bij zijn leven. Laat het alsjeblieft voldoende zijn dat we op dit pad zitten en die trollen niet zomaar herrie schoppen. Oké, daar gaan we. Legs, brother. He knows. Just trying to be helpful. I love him here. Holy fuck! Standing. On the day that brute force is the answer, I'll be quite happy to be on your side, brother. And we're not dead. That's a plus. There, on the left. I think we can climb back up to the realm travel room from there. Het scheelde echt niet veel of de zwaartekracht had die tempel gewoon weer terug laten kantelen. Je zag dat hij maar net over zijn zwaartepunt heen kwam. Maar ja, Kratos, wat hij allemaal wel niet heeft bevochten aan brute kracht, ontbreekt hem inderdaad geen zins. See that, Mimir? Nobody can do all this alone. All these obstacles are just chances to prove we're the ones who can beat them. We may argue. Me and Father, you and Freya, Brock and Sindri. But when we all work together, we do make a good team. And that's Tyr's test. That's why we're gonna make it to Jotunheim. Do you hear that, brother? Lad's found his equilibrium. What's that mean? He means you speak wisely, Atreus. And that is good to hear. Nice. Zie je, dat noem ik nog eens karakterontwikkeling. Atreus is gewoon oprecht door al zijn ervaringen weet hij dat het beter is om elkaar te helpen en elkaar te leren begrijpen dan alleen maar afstand te nemen omdat je zo nodig de waarheid wilt weten. Hij wist dat al vanaf het begin, maar in welke vorm hij het moest toepassen in zijn leven, daar was hij nog niet echt duidelijk over. En nu weet hij dat. En zijn vader... Die is trots. Je kan het echt aan hem horen. En Vee, die zou ook helemaal trots zijn hierop. Zou Tyr haar gekend hebben? Of stierf hij lang hiervoor? We weten niet eens of hij nog leeft. That looks ominous. I guess the temple was made to be flipped. Look, the tree's upside down. Or are we? I'm not sure anymore. Ja, we zagen eerst de onderkant van de boom, maar die zien we nu nog steeds, omdat we hem omgedraaid hebben. Een hoop bizarrigheid is hier aan de gang. Ik vraag me af wat er te zien is als we terugkeren naar de bovenkant van de tempel. En dat is de deur naar Jotunheim. Je kan die vingers zien daar aan de bovenkant die we eerder zagen op de top van de berg. En hier zijn de verschillende rassen zichtbaar die werken aan Tyr's tempel en de Bifrost. Jotunheim was echt gewoon een voorbeeld van wat Tyr hoopte dat 9 werelden zouden zijn. Een toonbeeld van de handen ineenslaan. Onzelfzuchtig. Roy, your knife. De laatste runesteen. Well, what have we got? Some sort of travel stone. Let me see. Great outdumbers of us. That's the Unity Stone. The Hours on Vino? I wasn't sure it existed. If Tyr possessed this, that explains how he could visit all the realms and other lands to boot.
Maar hoe deed hij dat? In the panel in Odin's library. Yes. Yes, that's it. I understand now. It shows Tyr walking the realm between realms. You know how you must never stray from the path? Well, Tyr always followed his own path, if you catch my meaning. Ow! Oh. The realm between realms. Okay, lijkt me vrij duidelijk. Pad naar Jotunheim. Okay. Dan snap ik het, we moeten gaan... You're saying Tyr's shrine showed him stepping off the branch of the world tree. And you're thinking, to reach the secret path to Jotunheim, that's what we need to do? I am. Oh dear, that is what you're thinking, isn't it? We moeten dus gaan doen wat Brok zei dat we never, ever, ever, ever moeten doen. We moeten dus gaan fast travelen en terwijl we in die wereld tussen werelden rondlopen, moeten we er gewoon letterlijk in de leegte stappen. En dan zou die reissteen van Tyr ons moeten helpen te reizen, I guess. Wat voor een steen is het dat het gewoon ons vanuit de leegte compleet naar een andere wereld kan brengen? Het is zeker enig in zijn soort. Oké. Dat viel me ook nu. Wacht eens even. De boom is weer normaal. Zodra we die runensteen pakten, werd de boom weer hetzelfde. Hij draaide weer op zijn kant. Dat is bizar. Ik weet niet wat voor magie gekkigheid hier aan de hand is. Maar laten we het proberen. Hi, broeders. So what'd you find out? Oké, we kunnen de talisman voor ongekende mogelijkheden upgraden als laatste. That's nice. Sweet. En dat kost ook meteen al ons geld. Beetje extra eviers goud nog. Oké, en dan hebben we genoeg voor de superieure reizingssteen. Awesome. See you next, where's I see you? Same to you. Okay, wereld tussen werelden, hier komen we. Okay, maakt niet per se uit waar we heen hoeven. I guess. Ze zijn nu opeens allemaal afgesloten. Dat is apart. Oké, we gaan gewoon naar deze. If you're thinking about hurling us all into the void, I hope you're quite sure. Wasn't it your idea? Find our own path, right? Bollocks. Ja, dat bijt je nu wel even in je staart, hè? Komt goed. Ik heb dit één keer geprobeerd in mijn eerste playthrough van. Het liep niet zo goed af. Oké. Geronimo. This is where Tyr stepped beyond and the Unity Stone protected him. Ready? Ready. Well, this is it, lads. It's been an honor. Our faith head. Van hetzelfde. This is incredible! Oh, how can I be so nauseous without a stomach? Come on, that was great. Look. The tower. I knew there was something down here. Amazing. How do you hide something that exists in all realms? Cast it out of any realm to the space between. Clever old Tyr.
Jotunheim on the other side? Can't be that. It's not like you go through Vanaheim to reach the Midgard Peak. But how do we use it? I'd suggest we look inside, but stay alert. Tyr's little challenges are never as simple as they appear. I have noticed. Ja. Noemt je waar we doorheen zijn gegaan als simpel? Maar hij had gelijk, inderdaad. Waar beter dan in een waar verberg je beter iets uit een vierdimensionale wereld dan in een vijfdimensionale wereld? Tyr wist precies wat hij deed. Maar deze toren heeft geen Bifrost, dus het kan onmogelijk direct naar Jotunheim leiden. Dus vast nog iets anders mee, tenzij er ze de game een of andere magieoplossing uit zijn kont trekt. Okay, het ziet er... Well, this is sparse. The pedestal. Mimir die weet altijd precies wat hij zegt, want hij haalt het woord uit de mond. Het is nogal naargeestig. What's that? Het zijn allemaal deuren met het symbool van Jotunheim. En iets zegt me dat we moeten gaan knokken hier. Absorbing the stone's energy. Something's happening. Is it moving? It's moving. It knows what to do. The stone served its purpose. We're fulfilling Tyr's spell. What happens now? No idea, brother. But after that fall, I'm sure we're past the worst of it. Zeg dat niet. Oh shit. No, this is considerably worse. We zijn in Niflheim. We krijgen gasten uit alle werelden achter ons aan nu. Die toren reist nu langs alle werelden als ik goed heb tot hier bij Jotunheim is. Dat is echt heel cool. Alleen we krijgen nu zelfs met wezens te maken die ik nog het eerder heb gehad. Frank! Atreus, een beetje hulp graag. Wat de hel? Nou, niet meer, serieus. We krijgen nog meer bezoekers, ben ik bang. Alfheim? Looks like Alfheim. Dat betekent duister elven. Ja, oh god, die weer. Hé, waar is hij nou? Zwaarden zijn momenteel even handiger. Ik kan meer terrein bereiken zo. Oh shit. Try. Thank you.
wel fuck van die gozer. No shit. Oké, genoeg zo. Dan gaan we maar even met de zwaarden aan de slag. Oh shit! Dat was een harde. Maar één reizingssteen, zoals dit misgaat, dan zijn we echt goed de lul. Oh crap. Oké, healing stones, top! Shit, wat is dat? Oh, oké. Het is maar een oker, dat lukt wel. Oh shit, en een troll! Oh my god. Oh my goodness. Duistere elfenheren blijven echt nog wel het lastigste in de hele game. Wow, what the hell? Zo, echt wat een afstand die kan overbruggen. Oh my gosh. Ja, we hebben hem! Oké. Goed werk, Aathuis. Laat dit het alsjeblieft zijn. Where are we?
enige logische stop is Jotunheim. Oh, nice. Een toorn van Artemis, lichte runeaanval. Slagaanval die Kratos beschermt door alle vijanden in de buurt weg te duwen. Eens even zien. Looks rather interesting. En hij is ook behoorlijk sterk. Is weer eens wat anders. De eerste die was zo handig vanwege zijn grote bereik. Deze. Holy moly zeg. Dit was echt weer even zo'n action gauntlet. Eens even kijken of er iets in de codex staat over die troll die we zijn tegengekomen. Oh, en informatie over Mutsognir. Dat had ik niet eens gezien vorige keer. De dwergenkoning, een van de zonen van Ivaldi. Hij regeerde over mensen in Vitrigard en Koningsgaard. Eerst was hij een goede koning, maar toen had hij een droom waarin zijn volk doodging. Om de een of andere reden dacht hij dat hij ze kon redden door hen op levensgevaarlijke beesten te laten jagen. Hij ving 3 draken om hun woede te oogsten, doodde onschuldige mensen om hun kreet te oogsten en werd vervolgens door diezelfde mensen gedood toen ze terugkeerden als helle doders. Oh. Dus het was niet eens zijn eigen volk dat hij afslachtte, maar wel onschuldigen. En de helle doders die kwamen om die zielen te wreken, hebben uiteindelijk zijn hele koninkrijk te gronden gericht. Dus zo ontstond het ultieme offer. Kijk, dit is de troll die we dus net bevochten. Deze hebben we gedood toen we de toren van Jotunheim naar het meer van de 9 in alle werelden wilden herstellen. Toen de deuren naar Muspelheim werden geopend, wilde hij waarschijnlijk zien wat er gebeurde. Waarom is aanval het eerste en enige instinct van een troll? Oké, maar de toren is dus niet naar Jotunheim verplaatst. Hij is terug in Midgard. En omdat hij terug in Midgard is, kunnen we via de Bifrost met de toren rechtstreeks naar Jotunheim reizen. Tyr heeft de toren gewoon puur op een plek gezet waar niemand hem vinden kon. En voor degene die hem konden vinden is reizen naar Jotunheim dus nog steeds mogelijk. Look, we're back in Midgard. There's the bridge. We did it. The tower's back where it belongs. Now Tyr's travel room can take us to Jotunheim. How did Tyr do this? Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Jotnar creative essence, the stuff all realms were made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an outsider with it, even Tyr, tells you just how desperate they were. And look, now we can finally light all the braziers and see what happens. Okay, het stond nu toe vooral naam op van de Valkyrie, maar we kunnen inderdaad nu alle runen lezen. Jormungandr is zo van, oh, er is een nieuwe toren. Oké, whatever, ik zit hier gewoon te chillen. Maar inderdaad, de reus waren zo wanhopig voor hun overleven dat ze echt gewoon de essentie van hun ras in die steen vatten en aan Tyr gaven. Na wat Odin aangedaan had, zou je denken dat ze echt geen enkele Aesir meer zouden vertrouwen. Maar Tyr bewees zich dus in hun ogen. Mogen hen absoluut dankbaar zijn. Maar het probleem is, de toren is nu zichtbaar voor alle andere Aesir die naar Midgard komen, inclusief Baldur en Odin. Zo gauw we Jotunheim bereikt hebben, moeten we deze toren weer terugplaatsen. Ik denk dat dat het meest verantwoordelijk is om te doen, als dat kan. Another name. Gloindel. It's as if they've been made into a memorial to the Valkyries. Waarom zou Odin dat toestaan als hij waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de Valkyrie? Waarom heeft hij ze opgesloten? Dit heeft alleen maar narigheid veroorzaakt. Nou, het antwoord is duidelijk. Hij wil controle over ze, maar hij verliest juist heel veel controle door ze niet meer over de doden te laten waken. Hi jongens, even kijken. Nou, is niet echt de moeite waard. We hebben te weinig geld, maar we kunnen wel weer even kijken naar het upgraden van in ieder geval 1 runeaanval. Precies als 2.
Ja, we kunnen er twee upgraden. Storm van Njord. En de toorn van de vorst houden. Oh, absoluut. Die is geweldig. Sweet. Die ijsstraal is nu op zijn allerkrachtigst. When we get to Jotunheim, but we must cover our tracks. Odin's ravens will tell him of the tower's restoration, and we mustn't let our efforts be to his benefit. Absoluut niet. We moeten snel zijn. Wat we in Jotunheim zullen aantreffen, ik hoop op enige reuzen die de genocide overleefd hebben, als ze ons niet meteen kort en klein slaan uit wantrouwen. Maar laten we niet te haastig aannames maken. Oh, wauw. Oké, Jotunheim. Daar gaan we. I'm afraid. Zeg niet dat het in zijn eigen kop zit. Look, bit of a long shot. For years I'd see Sindri, sometimes Brock, lurking around in that mountain when Odin came for his visits. Maybe they know something. Brock and Sindri. Hoe weten zij nou waar een of ander oog uit een afgehakt hoofd ligt? Maar goed, als Mimir het zegt, dan is het vast wel een goede tip. Als het in Odins kop zit omdat hij het heeft ingezet omdat hij zijn eigen oog uitstak, dan komen we echt nergens. Dan moeten we de Alvader zelf gaan bevechten en daar is het nog te vroeg voor. Maar nu snap ik ook waar dat paneel op zoek van Tyr. Je zag niet alleen die reisrune waarmee hij naar de wereld tussen werelden ging voor die toren, maar dat werd alleen zichtbaar zodra het oog van Mimir erop scheen. Er was dus gewoon direct een tweede aanwijzing in verborgen dat je zowel dat reiskristal als de ogen van de reuzen nodig hebt om naar hun wereld te kunnen reizen. En ze schonken hun zicht alleen aan heel uitzonderlijke individuen zoals dus Mimir en Tyr. Ik vraag me af hoe Mimir hun vertrouwen heeft weten te winnen gezien hij voor Odin werkte. Maar hij zal wel met zijn zoetgevoiste tong dat voor elkaar gekregen hebben. Hey guys, question for you. Anyone know where we can find Mimir's other eye? Oh. Ja, die vraagt het aan de verkeerde. I'm sorry. As a matter of fact, Odin asked me to. He wanted me to build a. He showed it to me, you see, and I. Ja, oké, we stoppen het. Het is meer. Sorry, will you excuse me? Well, that was useless. You know, it was about that same time that Odin came around looking for me to build a statue with some sort of hidden compartment. Now, that not being a weapon, and the Aesir being a bunch of pox-speckled cockers, you saw fit to pox-speckled cockers? But I know he got it built just the same. What was the statue? It's that one of Thor out there flashing his sack to the lake. The statue that the serpent ate. Sorry about that. Feeling much better. How are we supposed to look inside the snake? Oh, nee. Oh,
We better go see what the World Serpent has to say about that. Yeah! Tijd dat hij zich weer eens hierin verwikkelde. But now would be a good time to make sure your gear is ready for the worst. Anything you need to do, I do it now. Just sage advice. Oftewel, dit wordt de laatste missie van het verhaal. Dat kun je horen. Sindri, oh mijn god. Hoe vaak moet hij overgeven op één dag? En hoe komt hij zo een dag door zonder honger te lijden als hij alles telkens weer uitkotst? En nog belangrijker, die dwergen weigerden allebei een van Odins verzoeken te vervullen en ze leven nog. Die teleportatie van hen moet veel krachtiger zijn dan ik dacht, want je zegt niet zomaar tegen Odin dat je niet iets voor hem doen wil. Dat overleef je letterlijk niet. Is hen blijkbaar gelukt. En dat standbeeld van Thor. Oké, dat heeft de slang dus opgegeten. En het was duidelijk een standbeeld van Thor die in zijn naakje stond. Wist ik wel. En dat betekent dus dat hij dat oog ingeslikt heeft. Oftewel, we moeten hem vragen of hij het uit mag kotsen of dat we in zijn maag mogen rommelen. Fantastisch. Oké. Ik denk dat we echt niet sterker worden dan dit nu. We hebben het meeste rune-aanvallen inmiddels geüpgrade en het harnas is ook op zijn sterkst. Pas als je nieuwe game plus doet, kun je ze nog verder versterken. Maar we hebben ook nog de harnassen in Muspelheim en Niflheim. Die zijn misschien nog sterker. Maar dat zien we wel als het verhaal over is. You hitting the road or chewing the fat? Dank jullie voor jullie hulp. Als Jormungandr bereid is om dat oog te geven, dan denk ik dat we hem wel een vriendendienstje kunnen verlenen en dit standbeeld hier zo kunnen gaan vernietigen. Hoe minder standbeelden van een genocide-achtige maniak te zijn, hoe beter. En Jormungandr die zal het in dit geval zeker waarderen. We komen echt telkens opnieuw weer terug naar deze hut. Het is briljant game design hoe alles echt werkelijk draait om deze tempel en wat er erin neerleeft. En Jormungandr welke plaats hij inneemt in het verhaal. Maar heel weinig games krijgen het voor elkaar om het design van hun centrale belangrijke wereld zo goed te integreren met het verhaal en de core gameplay. Het is uniek. Hij ligt lekker te dutten. Ik hoop dat hij niet al te knorrig is als we hem wakker maken. Want als Bok... Even wat stemoefeningen. Oké. Als Mimir ons waarschuwde dat dit dus de laatste keer is dat we kunnen upgraden, dan is het overduidelijk dat zodra we bij Jotunheim komen, er een confrontatie volgt met Baldur of iets dergelijks. Dan krijg je het zwaar voor onze kiezen. Wederom, hoe maakt hij zoveel lucht zonder longen? Oh my god. Hij faalt nooit om een enorme indruk op me te maken. It might still be in his stomach. And he's open to letting you go into his mouth to look inside. Ew. By the by, he's not wild about that either. Ja, ik kan me voorstellen. Echt, hoe laconiek ze ook allemaal mee omgaan. Fantastisch. Je mag in de mond gaan voeten van een legendarisch beest.
swallow us? You do not have to come. Well, I'm not gonna miss this. Het mag wel ranzig zijn, maar ik wil het zeker niet missen. Ja, ik zou er waarschijnlijk ook wel zo tegenaan kijken als ik in zijn schoenen stond. Laten we in ieder geval zorgen dat ze hem geen onverwachte oprispingen bezorgen. Dat is vast geen pretje. You sure this is a good idea? No. Hij zal ons niet opeten. Daar is hij vriendelijk genoeg voor. Maar wie weet wat er allemaal nog meer in zijn maag rondspookt. Well, brothers, I've been to many strange places, but this will be a new one. Yeah. I've never been in a giant's belly either. How about you, father? Never one who was not trying to eat me. We really should expect that sort of response at this point. Oh my god, wat een bakbeest. Je weet pas echt hoe groot dat ding is als ze in zijn mond vaart. Oh my god. Dit is echt letterlijk doodeng. Dit is eigenlijk wel iets waar je als kind van droomt. Als je die sprookjes hoort die je ouders je voorlezen. En tegelijkertijd is het echt... Zeg alsjeblieft dat het een lichtje is hier. Ja, fijn. Waarom moet hij zijn bek dicht doen? Oh my god. Wiens idee was dit? Bij het schrijfteam van deze game. Wie had het achterlijke idee dat tegelijkertijd briljant is om in de buik van die slang te gaan rommelen? We peddelen letterlijk door zijn maagzuur. Ik zie geen hand voor ogen. Funny. I used to dream about getting eaten. Dreams are nothing. I'm not afraid. It just reminded me of a way I used to feel. When I was a child. Let's find that statue. Mooie herinneringen, hoop ik. Zijn moeder vertelde vast wel over hoe het zou kunnen zijn om te worden opgegeten door de wereldslang. Vraag me af of Jormungandr Fae heeft gekend. Maar niemand weet hoe hij hier überhaupt is gekomen met die grote vloed. Odin die leek er net zo min echt te weten. Ah, smells not as bad as I thought it'd be. Bit like heather ale fermenting. Rather pleasant actually. You're so weird. Je vindt het vast minder raar als je oud genoeg bent om te drinken. Ik begin er zelf niet aan. Alcohol is ranzig. Maar Jormungandr is volgens de mythologie de zoon van Loki. Dus hoe kan Odin niet weten waar Jormungandr vandaan komt? The water kind of burns in here. That is water, isn't it? Aye. Most of it. Ja, ik zou hier ook niet zomaar mijn hand in steken. Dat zuur is bijtend. Als je je hand in puur maagzuur steekt, dan voelt dat ook echt niet bepaald prettig. Het kan een biefstuk oplossen. Jezus, hoe moet je hier aanmeren? Vraag me af waar Thor's edele delen van dat standbeeld liggen. Of heeft Jormungandr die al verteerd? We zouden hier gewoon een heel ecosysteem kunnen bloeien. Buiten alle bacteriën. Oké. Eens even kijken wat er gebeurt. Nee, dat deed het niet. Ik denk dat ik het niet kan.
Oké, en nu dat gauw vastzetten. Nee. Oh, crap. Yes, oké. Oh, wacht. Zo dus. Heel obvious eigenlijk en ook heel frustrerend dat ze dat even niet duidelijker maken. Oké, waar nu? Ah, zo. Oké. Draai de lift weer. Mimir, any idea where Odin hid your eye? No, it's not like I can still see through it. Heb je het ooit geprobeerd? Zoals bij mevrouw Aardappelhoofd in Toy Story 3 werkt het zo. Maar als hij al 100 jaren eenzaam in die boom zat, dan had hij het vast al wel geprobeerd, ja. Eeuw, is dat zijn dikke darm of zo? Gadverdamme. Dat moet het zijn. Yep. Yep, that's an eye. Maybe you should stick that in my head for safekeeping. Gently now, gently. Thank you, brother. You don't miss depth until it's gone. Oké. Daar zal Odin niet blij mee zijn. Ik denk dat we de goden letterlijk en figuurlijk beginnen te tart door hier lang te blijven. Oké, ik weet niet wat dat precies was, maar let's go. How's it feel, Mimir? Well, I wouldn't say I'm feeling whole again, but it's a right improvement. The Bifrost is intact. It'll serve. Then we have all we need. Finally, we're going to Jotunheim. There's no stopping us now. Laddie, have you ever heard the term tempting fate? Precies. Het is nog niet voorbij. Ik heb een heel bang voorgevoel over de Aesir. Maar eerst hier uitkomen. Als we die slang even kunnen vragen zijn mond open te doen. So how do we get back out? We signal. Hold on. What's going on? Wat was dat? Well, that was mildly terrifying. Maybe our presence is upsetting Jormungandr's belly. No. Something is wrong. Oh dear. Whoa! Whoa! Jesus! Nothing good! Glad that's over. Elke keer als dat zegt, gebeurt er wat. We must hurry. Couldn't agree more, brother. Wordt hij aangevallen of zo? Balder misschien, of Odin. Thor? Ik weet niet. Er zijn maar weinig dingen die de slang van streek kunnen maken. Hold tight and watch your balance. The board shifting! I'm gonna have you! Oké. Oh my god. Boy. Boy. Iemand heeft hem gevloerd, letterlijk. Oh my. I'm good. Gosh. I'm getting kind of used to this. Wat kan dat in godsnaam? What happened to him? Something we did? No. Something else. Giant. We zijn bij Tamur's lichaam. Why would the serpent leave us here? Dat zou hij niet doen.
Freya. Freya. We can still trust her. Right? Until we know for certain. Keep her distance. The world's serpent. Tenzij Balder betreft, dan is zij niet te vertrouwen. We hoped you would know. You are far from home. I'm looking for my son. The two of you. You helped me see things more clearly. You do not know where he is then? No. But the woods and fields speak his name. I know he walks here in Midgard. When did you see him last? Long ago. Before you were even born. Why are you standing so far from me? What's wrong? Something's happened. De waarheid. Oh shit, Balder, ik wist het. Oh god, dit wordt leuk. Feeling hurting the big snake would bring the two of you out in the open. Hij heeft lef, zegt. Any idea at all what you have cost me? Oh boy. My boy. Oh. Mother. Dat is geen plezante hereniging. Don't run away. Oh, I'm not going anywhere, Mother. I know that you're still angry. I know that how you feel hasn't changed, but I want you to... How I feel? Ooh. How I feel? I've spent the last 100 years dreaming of this moment. I've rehearsed everything I ever wanted to say to you, every word, to make you understand exactly what you stole from me. But now, I realize I don't need you to understand anything. I don't need you at all. Back off, Kratos. This has nothing to do. This path you walk. Vengeance. You will find no peace. I know. You. I'll deal with you later. But family first. Dude. Oh boy. This again. Oh god. Oké, en dat is waar we stoppen. Holy fuck. Dit is dus de eindconfrontatie met Balder. En dat moeten we bewaren voor de volgende keer. Het vertrouwen tussen dit duo en Freya is helaas weg. Maar alsnog, Kratos doet iets wat hij nog nooit eerder heeft gedaan. Hij beschermt haar. Hij beschermt een andere godin. Omdat hij de goedheid in zichzelf weer heeft gevonden. Het is wat Vee zou doen. Het is wat Atreus zou doen. En Freya verdient ondanks haar fouten niet door haar eigen zoon te worden afgemaakt. Wat ze hem ook aangedaan heeft. Ik hoop dat jullie van deze part hebben genoten. En dan zie ik je de volgende keer bij het kanaal van Meester Filmliefhebber met... de laatste verhaal playthrough van God of War. Goodbye, stay safe and live long and prosper.